om deze zangeres. Haar artiestennaam is Carina en ze zingt in de populaire K-popgroep aespa. Ze heeft een relatie met deze Koreaanse acteur en daar zijn haar fans op zijn zachtst gezegd niet blij mee. K-popsterren moeten van hun managers leven voor hun fans. En daarom moeten ze zich vaak aan strenge regels houden. Zo mogen ze geen alcohol drinken, geen telefoon hebben en dus ook geen relatie hebben. Want zo is het idee, fans moeten kunnen blijven dromen over een relatie met hun idool. Klinkt misschien overdreven, maar veel fans in Korea nemen het heel serieus. En waren dan ook woedend op Carina toen ze hoorden dat ze een vriendje heeft. Apologize right away. If not, we will show you how your album sales will free fall and your concert seats will be emptied out. Haar fans vinden dat zij haar al genoeg liefde geven. En dus heeft Carina met een handgeschreven briefje haar excuses aangeboden. Ze schrijft: in de toekomst wil ik laten zien dat ik volwassener ben en harder werk zonder je teleur te stellen. Yeah, I'm too spicy for your heart. Excuses dus, maar zo te horen is ze niet van plan het te gaan uitmaken.